De voetballers van SV Urk hebben de laatste training in voorbereiding op de belangrijke nacompetitiewedstrijd tegen Deto achter de rug. De ploeg moet winnen om ook volgend jaar in de hoofdklasse te spelen. Het is een echte finale en we staan in alles gelijk, dus er wordt een mooie pot zaterdag. Het is nacompetitie en het is erop of eronder. De trainer wil dat de groep zich zo normaal mogelijk voorbereidt. Wij hebben een bepaalde manier van spelen. En als je dan ineens andere dingen gaat doen, dan moeten de jongens ineens schakelen. Ze weten wat ze kunnen. Dat hebben we de laatste tijd ook laten zien. We hebben een prima seizoen in de hoofdklasse gedraaid. Helaas met 32 punten niet veilig. Maar we hebben toch wel echt mooie en goede dingen laten zien. Nou, dat willen we ook vast aan houden. SV Urk speelde vorige week de eerste na-competitiewedstrijd tegen Balk. De Urkers wonnen met 1-0. William de Boer viel met een lichte blessure in en scoorde. Het is de vraag of hij zaterdag wel kan starten. Maar dat hij belangrijk is voor de groep, dat is wel duidelijk. William is gewoon nogmaals, we hebben wel vaak gezegd, gewoon een goede speler. Het is niet voor niks dat daar aangetrokken wordt. Maar is voor ons nog van heel veel waardevol. En het mooie wat ik zie in zijn ogen dat hij ook gewoon nog steeds waardevol, ook deze wedstrijd, want hij wil goed afsluiten. Dan geloof ik dat hij gebrand is. Maar we moeten wel kijken wat verstandig is. Want ik heb niks aan dat hij na 10 minuten wel of niet. Dus we gaan gewoon afwachten hoe we hem kunnen inzetten en wanneer we hem gaan inzetten. Zaterdag om ongeveer 4:15, dan weten we meer. Speelt Urk dan nog in de hoofdklasse of promoveert Deto?